This is the our third attempt to make Buggenhout the rock and roll capital of the world. Van Buggenhout en het gemeentepersoneel krijgen een wel heel bijzonder cadeau. De Simple Minds spelen hier voor het eerst een aantal nummers van hun nieuwe cd voor publiek. Het was ronduit fantastisch. Ja. Wat is het meest bijgebleven? De laatste liedjes uiteraard. Het was super. Het was een ervaring om nog eens mee te maken, hopelijk in de toekomst. Met zo'n klein publiek. Het was echt super. Ja. En het was goed, hè? Ja, het was heel goed. Het was gezellig en ja, heel tof. Ja. Ik had niet verwacht met zo weinig volk zo'n ambiance, toch? Het was echt tof. De man die de groep naar hier haalde is percussionist Patrick de Smet. Nu, ik ken de mannen al redelijk lang, al heel veel mee op tournee geweest en zo, door de Night of the Proms natuurlijk. En ineens kwam de vraag van, oh, wij willen ergens eens rustig kunnen repeteren, want gewoonlijk zaten ze in Nederland of in Engeland. En vandaar het idee van, goh, in Buggenhout, daar repeteer ik met mijn Symphonic Factory. Ik zeg van, the place to be. Intussen duurt de vriendschap tussen Patrick en de Simple Minds al enkele jaren. En die vriendschap komt ons goed van pas. Het mag eigenlijk niet vandaag, maar ik ga toch eens proberen dat ze één secondje goeiedag komen zeggen tegen jullie allemaal. We gaan proberen. Tot straks. En jawel, Jim Kerr maakt even tijd voor ons. Hallo, Mr. Kerr. Hallo, there. We've been here for 10 days and for us it's perfect. People say Buggenhout. Why are you in Buggenhout? It's a long story. But the point is, I think it's the third time that we've been here, and each time we get good work done.